Staan we zij aan zij, maar dat is wat het is. Dirk Timmermans. Voorzitter, even terug naar 10 januari en de verklaring die u samen met uw coalitiepartners heeft ondertekend. De democratische rechtsstaat. Op zich al bijzonder dat we zo'n verklaring nodig hebben. Van mensen die allemaal de eed of de belofte hebben afgelegd op de grondwet. Maar goed, die verklaring is er. Die verklaring kan natuurlijk alleen maar leven. Ik neem aan dat mevrouw Jessel-Guus het met mij eens is. Als men er ook aan gehouden wordt. En woorden doen er daarbij toe. En het risico dat u loopt, en dat zal ik ook straks aan de heer Omtzigt vragen, is dat uw zwijgen wordt geïnterpreteerd als instemmen. En ik kan mij niet voorstellen dat u met bepaalde dingen instemt. Nou kan ik weer teruggaan, zoals we vanochtend al vaker hebben gedaan, naar het verdere verleden, maar laat ik een paar hele recente dingen noemen. Mevrouw Klever, die heel recent heeft gezegd, of berichten heeft verspreid, waarin journalisten ondermaatse ophitsers worden genoemd. Toen de heer Wilders ging spreken bij Vlaams Belang in Vlaanderen, dan vergeleek hij de verkiezingsuitslag hier met de bevrijding van het nazisme. En hij heeft, zoals u weet, een paar dagen geleden de islam een walgelijke, verwerpelijke, gewelddadige en haatdragende religie genoemd. Waarom zwijgt u op dat soort momenten? Voorzitter, een paar elementen. En ik ben het eens dat de heer Timmermans zegt, als het eruit ziet alsof je zwijgt, is het alsof je ermee eens bent en dat moet je niet willen. Dat deel ik. Er zijn wel verschillende plekken waarop ik kan uiten wat ik ervan vind. Dat gebeurt voor en achter de schermen en dat zal ik ook op mijn manier blijven doen. Dus het kan zijn dat de heer Timmermans een aantal zaken niet ziet. Dat kan. En dan kan hij me altijd wel op bevragen. Dat is zijn goed recht, maar ik geef dat wel graag mee. Niet alles, zo zei het ook niet, maar het hele leven speelt zich niet af bijvoorbeeld op Twitter. Vervolgens maak ik een onderscheid tussen de mensen die nu in vak K zitten. Die voeren een hoofdlijnakkoord uit waar mijn handtekening onder staat. Er zitten onze mensen in vak K. Die hebben zich er ook aan gecommitteerd. Dus ik zal iedereen in vak K houden ook aan die norm. En dat is net begonnen, maar daar zal ik ze ook aan houden. Dat zal ik ook weer op mijn manier doen. Voor en achter de schermen, in het debat, buiten het debat. En ik sluit niet uit dat de heer Timmermans en ik elkaar er ook af en toe zij aan zij vinden. Als daar iets mocht gebeuren wat we allebei niet toelaatbaar vinden. Vervolgens, als het gaat over de uitspraken van de heer Wilders. Die zei net ook al, ik zit daar, niet daar, zei hij. Dus dat geeft een andere ruimte voor hem, laten we het zo zeggen. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat hij zegt. Er is maar één persoon die daar verantwoordelijk voor is en dat is hij zelf. En ik vind, en dat weet hij ook, dat met vlagen dat hij zijn verantwoordelijkheid niet goed invult. Want als leider van de grootste partij nu vind ik dat er een andere verantwoordelijkheid bij komt. En dan vind ik dat je daar niet je de hele tijd toe moet verleiden, vind ik. Met wat mij betreft tekst op Twitter die ik totaal niet zou steunen. Die af en toe ook, nou, daar heb ik bepaalde waardeoordelen bij. Dat hij zich daarover uit. Ik vind dat niet passen bij de leider van de grootste partij. Maar het is aan hem om dat in te vullen zoals hij dat doet. Ja. En volgens mij kan hij daar betere afweging in maken. Maar daar kan ik hem niet aan houden. Ik kan van kader wel aanhouden. Ja, voorzitter, ik begrijp de redenering. Soms doe ik dingen achter de schermen. Soms doe ik het op een andere manier. Maar als dingen publiekelijk worden gezegd, moeten ze eigenlijk ook wel publiekelijk worden gecorrigeerd, is mijn oordeel. En ik zou mevrouw Jessel-Guus toch willen vragen om wat actiever van haar communicatietalent gebruik te maken op het moment dat dit soort zaken gebeuren. Want u loopt echt het risico dat het beeld ontstaat dat u door de retoriek van Wilders bent ingekapseld en niet meer durft uit te komen voor de liberale principes waar u uw politiek op stoelt. En ik zeg dat niet. Ik zeg dat omdat ik me daar zorgen over maak. Ja. Ik zeg dat niet om u te bekritiseren. Het is een hartekreet van mij. Zwijg nimmer als er dingen gedaan of gezegd worden die zich niet verdragen met de principes van onze democratische rechtsstaat, met ons democratisch ethos. Dat is mijn oproep aan u, mevrouw Jessel-Guus. En voorzitter, ik ben ook blij dat als er al misverstand over zou zijn dat ik of wij bepaalde zaken zouden laten gaan, dat ik dat misverstand hier kan wegnemen. Dat zal nooit gebeuren. Dat zit veel dieper dan een hoofdlijnakkoord of een plek in de Kamer. Dat heeft te maken met je motivatie waarom je überhaupt dit werk doet. Dus dat gaat niet gebeuren. Wij gaan onze eigen grenzen niet verleggen. En er zijn de verschillende rollen en die zullen we vanuit die verschillende rollen ook benoemen en aanpakken. En de heer Timmermans en ik hoop dat we elkaar daar eerder in vinden dan dat we tegenover elkaar staan. Maar dat gaan we dan met elkaar zien, voorzitter. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Jessel-Guus zegt achter de schermen niet alles wat ik doe is zichtbaar.